Telstar. Ja, ik ben Telstar. Welkom bij Versus Showdown, de voetbalquiz van Voetbalzone. Met vandaag twee gasten die samen 2491 minuten samen op het veld stonden. Naast Jelle, voormalig vleugelflitser en Rolex-handelaar Randy Wolters. Goedendag. Ja, klein applausje jongens, kom op hè. Ah, dank je. Niet enthousiast. En naast Bart, een cultheld die niet rustig over straat kan in Indonesië. Melvin Platje. Yes. Dankjewel. Randy, welke peperdure klok heb je vandaag omgehangen? Ik heb vandaag een kwartiertje om mijn Santos. Dat is hier waard zo ongeveer op de straat? Op de straat, ja. Dit is een ruggetje of 7, denk ik. Oké. En Melvin, je krijgt de hartelijke groeten van Kees Kwakman. Kees Kwakman? Ja. Geen groeten terug. We gaan beginnen met de eerste vraag. En de eerste vraag is voor Melvin en Bart. En die gaat over Randy. Welke van de volgende beweringen is niet waar over Randy Wolters? A. Randy figureerde ooit in de clip Ik ga zwemmen van Mart Hoogkramer. B. Randy nam ooit met Hagenees Joop Buit een cover op van Hazes Eenzame Kerst. C. Randy kocht ooit met zijn partner een horloge van 87.000 euro dat uiteindelijk nep bleek. Of D. Randy kreeg in zijn tijd bij Xanthi in Griekenland regelmatig bezoek in de kleedkamer van een priester die de spelers kwam inzegenen tegen blessures. Dat was D, de laatste, toch? Dat was de laatste. Okay, dan is C niet waar, denk ik. Met dat horloge 87.000? Ja. Wil je niet overleggen met je... Maar hij kent hem. Okay, ik ga helemaal op hem af. Denk ik. Randy? C is een goede antwoord. Ja? Die al 86. Ik dacht ook. Ben je ooit opgelicht eigenlijk? Opgelicht. Ik ben er op tijd achter gekomen, laat zo zeggen. En hoe was het eigenlijk bij Xanthi in Griekenland? Want ik las dat er een priester af en toe kwam om jullie in te zegenen. Sowieso aan het begin van het seizoen, weet je wel. Dat is een soort van traditie dat er dan een priester komt en iedereen inzegent. Alleen we hadden op een gegeven moment voor elke belangrijke wedstrijd kwam die priester langs. Het hielp bij jou niks, hè? Nou ja, het was meer van... Ik betrapte hem ook een keer van... Hij had dan dat heilige water bij, weet je wel. Met zo'n soort van, ja, hoe noemen we dat? Een soort van, ja, niet disrespect, maar een soort van wc-borstel stond hij dan... Maar ik zag hem gewoon, die kom zag ik hem gewoon vullen in de wc. Ja. En dan sloeg hij een kruisje en dan was het water opeens heilig, weet je wel. Dus ja, dat heeft wel zijn mooie kant ook wel. Maar soms moest ik wel echt lachen, man. Nee. Een vraag voor Randy en Jelle. Deze gaat over Melvin Platje. Welke van de volgende beweringen is niet waar over Melvin Platje? A. Melvin maakte ooit in 1 week 2 goals na Hens zonder dat de scheidsrechter het zag. B. Melvin zag af van een contract van in het totaal 1,1 miljoen euro in Iran, omdat zijn vrouw het stadion niet in mocht. C. Melvin werd ooit clubtopscorer bij Neftchi Baku, spreek het goed uit, in Azerbeidzjan, en dat hem voor 160.000 euro overnam van NEC. Of D. Melvin werd in Indonesië soms met een tank opgehaald, omdat het er zo heftig aan toe ging met de fans. Heb je enig idee of gewoon gokken? Ja, ik weet het. Dat is allemaal wel heftig. Ik denk dat die van Baku niet klopt. Volgens mij heb jij toen gezeik daar gehad, toch, bij in Baku? Een beetje wel, ja. Is goed? Ja, is goed. Ja, 1 doelpuntje maar, hè? Ja, dat was niet veel, nee. Was geen clubtopscorer met 1 goal, nee. Volgende ronde heet van Jack tot Wack. Daar verandert jouw grote vriend Jack van Gelder verandert langzaam in de voetbalvrouw. En de vraag is, welke voetballer hoort bij de vrouw waar Jack in verandert? Ja. Oh, ik moet deze bellen. Oh. Andy van der Meijden. Ja, dat is goed. Wat voor mensen zijn dat, Andy en Melissa? Ja, zijn mooie mensen. Ik moet zeggen dat Melissa wel echt wel een beetje het brein ook wel is achter de zakelijke kant van Andy, zeg maar. Ja. Dus die houdt hem ook wel echt kort, meen ik serieus. Dus echt, maar hun zijn wel, ja, het zijn gewoon, als ik over de vloer kom ook, het zijn gewoon echt gewoon mensen, weet je. Gewoon echt hoe ze zijn... Ja, dus ze over... voordoen hoe ze zijn. Zeg maar. Er staan overal foto's in huis van Melissa met de blote tieten, zag ik. Geen commentaar. Ja, dat is zo. Ik ben er wel eens geweest. Heeft hij staat gewoon overal in huis. Nou ja, de Melissa zie je vaak zat, ja. En de... Goed, we gaan naar de foto. En die pik, hey. In wie verandert Jack van Gelder nu? Bellen als je het weet. Oh ja. Ja? Hedwiges Maduro. Hedwiges Maduro inderdaad. Elise van der Horst. We gaan
gaan naar de volgende ronde en die heet Klinkende Namen. En in deze ronde krijg je 30 seconden om zoveel mogelijk namen van voormalig tegenstanders te vinden. We gaan beginnen met jullie. Jullie krijgen 30 seconden om zoveel mogelijk namen te raden. Als je niet weet, kun je passen en dan gaan we door naar de volgende. Mm-hmm. Als je de eerste naam ziet, mag je beginnen. Beckhammers. Ja. Kevin Stroopman. Ja. Bottegen. Ja, Erik Bottegen. Michael de Leeuw. Michael de Leeuw. Jorginho Wijnaldum. Jorginho Wijnaldum. Remco Pasveer. Ja. Dries Mertens. Leroy Fair. Ja. De naam ging net al over tafel. Aron Meijers. Ja. De laatste. Hoge Ganiat. Nee, ik weet niet. Negen goed. Krijg je in ieder geval alvast één letter. Die laatste zeggen voor een bonuspunt? Nou, wow, aardig toch? Ja, dat is goed. Ja, toch? Voor een bonuspunt, dat weet ik niet, maar je mag hem wel noemen. Het is jouw held natuurlijk. Ja, tuurlijk. Georgië, Arnhem, Guram Kasia. Ja, dat was goed inderdaad, Guram Kasia. Guram Kasia. Goed jongens, voor jullie geldt hetzelfde. Dus rende hier voor de duidelijkheid 10 spelers tegen wie je gevoetbald hebt. Wout weg. Ja. Brian Smeets. Ja. Tom Beugelsdijk. Ja. Bellassani? Ja, voor Ilias Bellassani. Jack Tuyp? Ja. Warner Haan. Branko van de Bomen? Ja. Denzel Dumfries? Ja. Navarone van de Bomen? Ja, de laatste. Nou, tijd is om, hoor. Ja. Wie de fuck is dit nou? Hoezo, Ojo. Oh, Ojo, ja, tuurlijk. Welke speler zoeken we? Je ziet hem langzaam zichtbaar worden. Als je het weet, dan druk je op de bel. Jij schudde net met die bel, maar ik kan er gewoon aan de boven. Oh, ik kan schudden. Oké, ja. Een cultheld. Art van Peppe. Art van Peppe. Nee, het is niet Art van Peppe. Nee, maar puntje eraf dan, hè? Ja, jullie krijgen sowieso een letter voor het feit dat wij het hadden. Doet het nou? Oh, dat is wel makkelijk. Ik zie gezicht niet, man. We hebben ook weer stoepen. Wat een lul, joh. Het was Nathan Rutjes. We gaan door naar de volgende. Mark van der Marel. Mark van der Marel, dat is wel goed, ja. Ja, heel goed. Ik zag het wel, maar ja, ik was echt net te laat. Jongens, we hebben nog één onder de loop. Nog één cultheld die we zoeken. Is jouw ronde, Randy? Kramer? Even bellen. Kramer. Hij was eerder. Ja, het was inderdaad Michiel Kramer. Hij was eerder. Shit. Ik twijfel. Hij wil graag winnen, hoor. Ik zag het nog niet. Wil je een poging wagen? Ja. Je kan één keer een poging wagen. Als je of hebt, doe je het spel. Maar het hoeft niet, dit hoeft niet te doen. Ja, gewoon proberen. Het kan ook zo zijn. Oh, ik dacht dat je het zo... Nee. Maar dat zo hebben ze toch... Ja. Het kan ook zo zijn. Okay. Maar dan nog, het had ook... Nou, ik ga het jij dacht echt brownies met downies. Volgende ronde is Wie is het? Ik heb een bekende persoon uit de voetballerij in mijn hoofd. En je mag je mij hierover een ja een nee vraag stellen. En als het antwoord goed is, als het antwoord ja is, dan mag je nog een vraag stellen. Zolang dat je denkt te weten wie het is. En als je als het antwoord nee is, dan gaat de beurt naar de tegenstander. En we beginnen deze bij jullie. Is het een man? Ja. Heeft hij haar op zijn hoofd? Ja. Is het een voetballer? Nee. De oud-voetballer? Ja. Is hij trainer? Ja. In Nederland? Nee. Is hij trainer in Engeland? Ja. Is hij trainer van Liverpool? Ja. Ja, ja je... bellen nog? Ja, bellen maar. Je bent gewoon aan de beurt. Is het Jurgen Klopp? Ja, hoe weet je dat dan? Waar slaat het op? Je hebt gewoon lang gevoetbald, of niet? Gevoetbald. En toen moest ik aan denken. Dat is kijk, de VAR heeft nu eigenlijk gewoon een kwalijke rol, zoals wel vaker gespeeld. Ja. Ja. Vind ik mooi. Ja, toch? Blijf het doen, vriend. Gaan we door naar de volgende en dan beginnen we bij jullie. Ja. Is het een voetballer? Nee. Is de man? Ja. Is een oud voetballer? Nee. Is de trainer? Nee. Is het een analist? Ja. Is die wekelijks op televisie? Ja. Analist van de Eredivisie? Ja. ESPN? Nee. NOS? Nee. Ja, dan is het met Van der Gijp? Nee. Nou, ja. Ja, is het maar Champions League of zo? Vind ik, ja. Ook met Van der Gijp, ja. Is hij ooit verslaafd geweest? Niet dat ik weet. Heeft hij een bril? Nou, ik denk dat hij wel een bril heeft, maar dat hij... Hem niet hij heeft hem niet vaak op, nee. Maar ik denk wel... Soms. Ja, nou, dat is, ja, hij heeft een bril. Heeft hij ook haar? Hij heeft ook haar.
Werkt hij voor een krant? Ja. Is Valentijn Dries? Ja. De volgende ronde heet Binnen de 16. We zien 16 antwoorden, maar er zijn er slechts 10 goed. Randy, jouw tijd in Nijmegen was geen onverdeeld succes. En daarom mag je als eerste kiezen. Welke van deze spelers kwam bij NEC wel tot 100 wedstrijden of meer? Patrick Pothuizen. Patrick Pothuizen, 319 keer. Dan gaat de beurt naar de overkant. Rens van Eijden, sowieso. Rens van Eijden, 283. Ja, Lasse Schöne. Lasse Schöne, 209 wedstrijden. Bram Nuitink. Bram Nuitink, nee, 95. Jezus, oh. man, Bram. Ik wou Barreto zeggen. Jongen. Barreto ook, ja. Ook nog wel? Dirk Proper, 120. Barreto, 151. Tafsan, 118. Guus Hiddink, 107. Wisgerhof, 301. En Saïe Visser staat helemaal op 1 met 386 wedstrijden. Guus Hiddink, dat wist ik niet eens. Nuitink wel. Ik wist ook niet zo Guus Hiddink. Nee. Maar... Ja, maar als dit uitgezonden wordt, misschien wel. Ja. Zou kunnen. Melvin, jij brak door bij FC. Ja. Lekker, man. Ja. Dat vind ik mooi. Oké, dan krijgen jullie. Even naar de VAR kijken, hè? Nee. Ik ga nog één keer proberen. Melvin, jij brak door bij FC Volendam. Je hebt eigenlijk alles van die club te danken. Desalniettemin vertrok je voor 0 euro naar NEC, waardoor de club het nog steeds financieel moeilijk heeft. Welke transfers leverde FC Volendam uiteindelijk wel een vergoeding op? Jij mag het als eerste zeggen. Ja. Mickey van der Ven. Mickey van der Ven, dat is een toptransfer voor 10,5 miljoen naar Wolfsburg. Karel Eiting naar FC Twente voor 1 miljoen, ja. Oké, okay, Skorkman, die heeft alles gestuurd voor. Dat is een kijken. Maat, hè? Henk Veerman. Henk Veerman naar Heerenveen voor 350.000, ja. Ja, voor Joe hebben ze ook betaald, toch? Joey Veerman voor 550.000 in Heerenveen. Muren misschien? Muren. Robert Muren naar AZ voor 300.000. Ja, hij is wel weggegaan, maar ik weet niet of hij betaald. Ja, doe maar die Derry Merck. Ja, 800.000. Ja. Schalke 04. Hoeveel zijn het er nog? We zijn op de helft nog. Dima. Sorry, voor de duidelijkheid. Het gaat om Jack Tuyp naar Ferencvaros. Gaat het nu over. Doe maar gewoon. Ja. Nee, dat is hem. Die heeft daar niet wel. Nee, echt niet. Dus, lekker, man. Oh, nee. Wat lekker. Nee, het was, Robert Molenaar was nog goed naar Leeds voor 1,4 miljoen. Joey Veerman naar Heerenveen. Oh, die hadden we al. Robin Ruiter was goed. Sonny Stevens naar Twente was goed. Henk Veerman naar Heerenveen. Jeroen Verhoeven toch 3 ton door Ajax. Ja? Ja. En Robert Muren naar AZ. Dat bij mijn auto. Was Kaars dan? Kaars naar Helmond Sport. Gratis. We zijn op zoek naar voetballers die ooit bij Ajax gespeeld hebben en waarvan de achternaam begint met de letter B. En je mag de voorzetters mag je negeren. Blind. Blind. Welke? Ja, Danny. Ja. Brobbery. Zijn je nou Brobbery? Brobbery. Ja, Brobbery is goed. Brobbery, hoor. Brobbery, toch? Brobby. Gaan we door? Ja, we gaan door. Daily Blind. Daily Blind is ook goed, ja. Steven Bergwijn. Steven Bergwijn. Berghuis. Ja. Steven Berghuis, ja. Mop, jij hebt ook niet zo sterk, hoor. Kelvin Bessie. Kelvin Bessie. Kennedy Bakkeri-Coglu. Kennedy Bakkeri-Coglu, ja. Net zo'n goede haarlijn als Bart. Met een B. 5, 4, 3, 2, 1. Doei. 1. Nee. Nou, jongens. Bergkamp, toch? Ja, Bergkamp, Borgers, Boelikin. Borgers? Baas. Borgs? Nog nooit gehoord. Die is Borgs. Die is goed, Borgs. Borgs. Nee. Bazoer, Bobsen, Boer, De Boer, Boerichter, nee, Bogarde, nee, Boerse, Bosman, Bukari. De Boer is volgens jou met een D. Bakker. Nee, ik had gezegd, voorzitters mag je negeren. Oh. Ik kon ook nog Van de Bomen, Van Basten, Van de Beek. Oh, dat hadden we wel kunnen weten. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ik snap wel dat jij elke week wint, hoor, man. Deze ronde heet Vrije Trap. Melvin, je hebt die carrière voor heel wat profclubs mogen uitkomen. Jouw rijtje valt echter in het niet bij de Uruguayaanse spits Sebastián Abreu. Beter bekend als El Loco, die in 2021 een punt achter zijn carrière zette. We zien hem hier op de rug liggen van onze eigen Johnny Heitinga in de gewonnen halve finale op het WK 2010. Naast 70 interlands voor Uruguay heeft hij ook het Guinness World Record voor meeste clubs op zijn naam staan. Voor hoeveel clubs kwam hij uit in zijn carrière? Hij was 40.
kan je 20 jaar prof, is dat de max? 38 clubs. 38 clubs. Meer of minder? Ja, minder. Ja. Minder. 31 clubs. Heb ik nog een letter? Er is nog een letter. Dan voor jullie jongens. Randy, volgens onze statistieken heb jij in 327 wedstrijden 60 gele kaarten gekregen en 2 rode. In de Eredivisie kreeg je er slechts 7. Maar goed, daar kwam je natuurlijk ook weinig in actie. Patrick Pothuizen heeft het record gele kaarten in de Eredivisie. Hoe vaak kreeg hij geel in 402 Eredivisie duels? Ja, met het shirtje. Je weet hem wat, toch? Ja, maar ik weet even het nummer niet meer. Ik weet hem precies, denk ik. Ja, hij had een shirt aangetrokken, ja. Dan kunnen ze niet hoog of laag zeggen, want het is gewoon hetzelfde. Het is 84. 40 keer, ja, dat is goed. Ja. Maar wat moeten wij doen, hè? Ja, niks. Ja, niks. Elite ball knowledge noemen ze dat. De volgende ronde, sleutelspeler. We zien 4 foto's. Welke voetballer heeft met al deze spelers bij een club gespeeld? Ja, mag ik gewoon gokken? Ja, zorg gewoon gokken. Ja, ik twijfel alleen of Martin Indy met hem heeft gespeeld. Aaron Meijer. Nee, Martin Indy heeft bij Feyenoord AZ. Buiten? Ja, Porto. Wil je het gokken? Ja, Meijers is het niet. Ja, maar de jeugd telt ook mee, hè? Oh, jeugd telt ook mee. Jeugd. Aron Meijers. Nee, dat is niet goed. Het was zo goed. Het was Ruben Schaken. Oh, Ruben Schaken. Ruben Schaken, ja. Oh ja. De volgende, de vraag is weer. Welke voetballer heeft met al deze spelers bij een club gespeeld? Die Lanzaan. Die is 42 of zo. Hoe kan die nou met een Nederlander die met Gavi heeft gespeeld? Hoeveel Nederlanders kan je noemen die met Gavi gespeeld hebben? Ja, Xavi Simons, Frenkie de Jong en Memphis Depay. En ja. Ja, ja. Oh, ik weet het al. Niet zo. Belfout. Niet zo. Luc de Jong. Ja, dat is... Maar ik zei dat ik wel vind. Ja. Maar ik sloeg hierop. Zag je dat niet? Godverdomme, man. Dan gaan we naar de laatste. De laatste sleutelspeler. Oh, dat is best... Is dat Wesley Hoed? Dat is Wesley Hoed, ja. Eindelijk. Recentere foto. Ja, die van Gomez. Ja, maar die herken ik nog wel. Daar heb ik nog gewoon tegen gespeeld. Tegen die Gomez. Ja? Ja, ik weet het. Ja? Steven Berghuis. Steven Berghuis. Ja, die staat ik ook nog in. Hij staat bij Watford. Hij staat bij Watford, ja. Inderdaad. Watford, dat klopt. Die zou, daar zou ik echt niet op komen. Dan zijn we toe aan de eindsprint. In de categorie toptransfers. In de top 3 van duurste uitgaande transfers ooit van jullie oude clubje VVV Venlo staan 2 Japanners. Wat zijn hun namen? Yuki Utsu. Toch? Nee. Bij Suke Honda. Zoeken Honda. Ja. Ja, ik weet die anders. En hoe heet die gozer ook? Joshua. Yoshida. Ja, Yoshida. Heeft hij niet ook ooit een omhaal gescoord? Ja. In de categorie topscoren, VVV Venlo kent in zijn historie vele topaanvallers, waaronder Randy Wolters en Melvin Platje. De club leverde ook 1 keer de topscorer van de Eredivisie. Wie Jacco Maakens. Ja. Ah, geen... Je moet bellen, man. Ja, nou, Jacco Maakens, ja. Hekker man. Hebben jullie de letters compleet? Oh. Dan in de categorie clubliefde. Vanavond kwamen al NEC en VVV Venlo voorbij. Clubs waar jullie allebei hebben gespeeld. Welke club hebben jullie nog meer allebei gespeeld? Telstar. Ja, ik ben Telstar. Jullie hebben alle letters, dus jullie krijgen de hint. Petty, hoe het is het een speler uit de top 100 duurste transfers ooit. Dus hij staat in de top 100 duurste transfers ooit. Oké. Koppen. Blijven er maar 100 over. Van Hooijdonk geeft Van der Vaart tijdens een live uitzending een zeer pijnlijk cadeau. Wat kreeg hij? Rode lantaarn. Rode lantaarn. Ja, nou ben ik benieuwd. Ja. Ik had toch gebeld? Nee, was geen bel. Ja. Ik belde toch? En dat is dan nu wel fout. Ja. Wat is het antwoord, Randy? Rode lantaarn. Ja, rode lantaarn. Dat was heel lekker. Heel goed. Ga je de tussentijd een beetje puzzelen? Dat, ja, we hebben hem al. Jullie hebben hem al? Ja. Nou, kom maar door dan. Ja, aan jou de eer. Jij bent... Ik laat dat aan de gast. Nee, ik vind altijd. Dat jij moet zeggen. Zeg, ik weet niet hoe ik hem uitspreek. Die voornaam, nee. Fonetisch. Nee. Spreek hem uit. Nee, zeg het. Gewoon zo op zijn rendies. Nee, ik wil dat jij hem uitspreekt. Ik ga mezelf niet nationaal voor lul zetten. Ik zeg zijn voornaam, zeg jij zijn achternaam, ja? Ja. Jaden
Sancho. Ja, ik denk dat dat heel antwoord. Jammer. Zijn jullie er al jongens? Nee. Op Sancho. Ja, zeg maar hoor. Nee, het is een... ik geef jullie een paar hints. Hij kwam ooit bijna naar Ajax. Ja, ik dacht dat het andersom was. Hij maakt furore op de positie van Melvin. En de eerste letter van de naam is de R. Wat mooi dat je dan weer... het is een voetbalnaam. Dus het is geen voor- en achternaam. Het is één naam. Oh, het is één naam? Ja. Ik weet het, man. Nou? Richarlison. Richarlison, inderdaad. Nou, jongens, applausje voor Jelle. Hè? Dankjewel, man. Bonus, ja, het was slecht, hoor. Jezus. Ja, ik snap wel echt dat jij elke week wint. Goed, dit was Versus Showdown. Ik bedank Randy Wolters in het team van Jelle. En Melvin Platje in het team van Bart. Dankjewel. Tot de volgende keer.